Hallo, ik ben Dieter Gusset of Didier de Flandrien uit Deinze. Thuis heb ik een wielermuseum waar ik geïnteresseerden ontvang. Op die manier probeer ik ode te brengen aan de Flandriëns van vroeger en nu. Heb jij toevallig thuis nog iets liggen dat in mijn wielermuseum zou passen? Contacteer dan de Stip. Iedereen denkt bij het woord Flandrien aan Tom Boonen of Johan Museeuw. Maar volgens Didier zijn dat geen echte Flandriëns. Ja, een echte Flandriën, dat is eigenlijk iemand uit de periode 1910 of nog iets vroeger zelf. Dat waren meestal mensen uit de arme gezinnen. Dat was rijden tegen weer en wind op slechte banen, tegen zichzelf vooral. De renners van nu die worden echt in de watten gelegd. Maar het is nog altijd een zeer, zeer harde stijl, daar niet van. Ik heb er nu nog altijd enorm veel respect voor. Maar vroeger was het anders. En de tijd van vroeger komt niet meer terug. Voilà, zo moet het vroeger geweest zijn. De outfit van vroeger, lederen schoenen, een wollen broek, wollen koerstrui, tubes rond de nek, een oude koerspet, een stofbril, lederen handschoentjes. Weer of geen weer, de echte Flandriaanse reden en ik ook. Ik fiets zo omdat ik de mensen wil laten zien hoe het er vroeger echt aan toe ging. Op die manier krijgen de mensen toch de kans om een keer te zien met welke vehikels de echte Flandriëns reden. Ik denk toch dat er een beetje Flandriaan in mij zit. Misschien had ik beter een beetje vroeger geboren geweest. Maar goed, ja, het is nu zo, hè. Mijn passie is begonnen voor het wielrennen van kleins af al eigenlijk. Mijn vader was geïnteresseerd in het wielrennen en mijn onkel is jury 2 op de motor in de meeste voorjaarsklassiekers. En eigenlijk van kleins af was ik al betrokken in het wielrennen. Mijn vader en mijn onkel vertelden verhalen van de echte Flandriëns van vroeger. En daar is toch wel mijn verzameling op gebaseerd. In mijn verzameling heb ik een 50-tal koersfietsen van beroepsrenners. En natuurlijk, deze fiets is toch wel één van mijn prachtexemplaren. Het is de fiets van Lucien van Impe, waarmee dat hij in 1978 de volledige Tour de France heeft gereden. Er zijn er twee van gemaakt waarvan dat er één ooit bestikkerd is. En dat is deze. En dat maakt de fiets toch speciaal. En ben ik zeer blij dat ik deze fiets in mijn verzameling heb. Ik verzamel alles van de Flandriëns van vroeger en nu. Moest er iemand nog iets liggen hebben, gelieve de Stip te contacteren en ik beloof dat het een waardige plaats in de verzameling zal krijgen. Op 26 juni is er in Oudenaarde de retro-ronde. Iedereen met een koersfiets ouder dan 25 jaar mag meedoen. Je kan kiezen tussen een rit van 40 of 70 kilometer die langs Vlaamse wegen gaat. Echte Flandriëns als ik zullen er zijn en hopelijk jullie ook.